الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خليف the brothers and sisters. at late the bombardment the dead. gaat door. van wie? van onze broeders en zusters in Filistijn, in Palestina. en om specifiek te zijn, in Gaza en in Difa. uit zijn in vele andere plekken. Waar hetzelfde gebeurt, maar we geven dit als een denken, zodat wij als een onderdeel. Dus, om daarbij stil te staan, daarover na te denken, zodat wij als een onderdeel van deze omme kunnen bijdragen aan een oplossing. Dat wij in rangen gaan stijgen en dat we onze taken en verantwoordelijkheden op de juiste wijze gaan vervullen, gaan vervullen zoals Allah dat van ons, van ons wil. Wanneer we reflecteren op wat er gaande is, het onrecht van meer dan 75 jaar, wat nu nog steeds gaande is tot de dag van vandaag. Ondanks de zogeheten gevechtspauzes gaan er nog steeds mensen dood, mensen worden vrijgelaten, maar anderen worden weer gevangen genomen, gegijzeld, gemarteld, worden in gevangenissen gedood. Allerlei soorten leed. Die een mens zou kunnen bedenken, maken onze broeders en zusters in Palestina mee. Land beroofd, worden uit hun huizen verdreven, kinderen worden vermoord. Twee dagen geleden twee kinderen van negen jaar. Wat gaat een kind van negen jaar doen? Die worden letterlijk uh, in het daglicht, in aanwezigheid van camera's, worden afgemaakt en niemand die daar iets van zegt. Dit leed, geliefde broeders en zusters brengt ook belangrijke lessen met zich mee. We moeten niet alleen maar over het leed gaan spreken, maar ook over de lessen die wij uit deze situatie kunnen halen. Want een gelovige is niet iemand die alleen de situatie treurt en daarover klaagt, maar een gelovige is iemand die van zijn fouten leert, die van zijn tekortkomingen leert, die van zijn beproevingen leert, om als mens. Hogerop te komen, om als gemeenschap naar een ander niveau te op een ander niveau te komen, om uiteindelijk de mensheid naar een ander level te brengen, waar de mensheid hoort te zijn. Dat mensen in vrede, in harmonie met elkaar kunnen leven. En ik denk dat broeders en zusters in Gaza ons treffende voorbeelden hebben gegeven in hoe wij als omme dienen te zijn. Heel veel van die concepten die we enkel en alleen in overleveringen terugvinden... of in verhalen van vrome voorgangers... hebben we letterlijk met onze blote oog gezien en waargenomen... in Filistien en in Gaza om specifiek te zijn. Een gemeenschap die decennia lang wordt uitgesloten... geïsoleerd van de rest van de wereld... die van zijn minimale rechten zoals vrijheid... om er te zijn, om een mening te hebben... Om uh, het leven te lijven en te lijden zoals je wilt, dat is hen ontnomen. Maar desondanks hebben ze een gemeenschap neergezet waar je u tegen zegt. En we hebben allemaal die beelden gezien van die ouders, van die vader, die letterlijk iedereen heeft verloren, maar de camera recht in de ogen aankijkt en zegt alhamdulillah. Alhamdulillah dat zij als martelaren naar hun heer zijn vertrokken. Geloof me, dat is niet iets eenvoudigs om te zeggen. Zeker wanneer jij je bezittingen kwijt bent geraakt: je huis, je onderneming, je kinderen, je vrouw, je hebt alles verloren en alsnog sta je op, met je beide benen op de grond en je zegt: Alhamdulillah. Dit is de betekenis van Alhamdulillah. Alhamdulillah is niet enkel en alleen een woord. Die we herhalen. Of een zin die wij uitspreken. Alhamdulillah is gestoord op stevige fundamenten. Op een sterk geloof in Allah Azza wa Jalla. En dat datgene wat jou overkomt. Een plan is van Allah Subhanahu Wa Ta'ala. En dat je daarmee tevreden bent. Sterker nog. Je bent dankbaar. Voor datgene wat jou overkomt. Ja. Zowel in de positieve zin. Als in de negatieve zin. Dat is wat Alhamdulillah betekent. En dat is ook de reden waarom we elk positieve zin beginnen. Na het zeggen van Allahu Akbar. Het eerste wat je zegt. Het, het, het eerste wat je reciteert uit de Koran is Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Waarom? Alhamd leert ons dat Alhamdulillah, maar in de islam, het gebed leert ons dat Alhamdulillah, dat het zeggen van Alhamdulillah het begin is. Waar je alles op moet bouwen. Je bouwt jouw toekomst, je bouwt jouw leven, je bouwt jouw studie, je bouwt jouw werk, je bouwt jouw gezin op het concept van Alhamdulillah. Want wat daaronder ligt is vele malen belangrijker en verder diep geworteld in ons, in ons geloof. Wanneer je zegt Alhamdulillah, dan zeg je met andere woorden: Ik aanbid niemand anders dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ik gehoorzaam niemand anders dan Allah subhanahu wa ta'ala. Je erkent de absolute kennis, de absolute macht van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is wat L'Aqidah is. L'Aqidah is wanneer je jezelf traint om op dat niveau. Te komen. Wanneer jij jezelf traint om die basisconcepten van onze dien te verinnerlijken. Dat je dat niet alleen maar uitspreekt wanneer het goed gaat, maar ook wanneer het moeilijk gaat. En dat is wat wij bedoelen met het ervaren. Ervaren van bepaalde zaken die wij in ons geloof tegenkomen. Het zeggen van ik geloof in Allah. Het zeggen van ik geloof in Allah als de razak als de voorziener. Als degene die mij beproeft, als degene die mij doodt, als degene die mij leven schenkt. Als degene die mij kinderen schenkt. Is iets anders dan het daadwerkelijk voelen en ervaren van datgene wat je zegt. En onze broeders en zusters in Syrië en in Palestina en overal in de wereld die leed hebben meegemaakt, die onderdrukt zijn, die op de proef zijn gesteld, wanneer ze nog steeds in staat zijn om met beide benen op de grond te staan en te zeggen, alhamdulillah, dan uiten ze die alhamdulillah daadwerkelijk in de praktijk. Niet enkel en alleen als een woord of als een zin die men herhaalt. Vanuit een diepere overtuiging, en dat zie je duidelijk in hun, in hun ogen, dat ze dat ook met zekerheid, met overtuiging uitspreken. En daarom zijn ze in staat om al die beproevingen, om al die beperkingen, om al die moeilijkheden die zij gedurende 75 uh, jaar hebben mogen ervaren, heeft dat hen extra kracht gegeven, extra moed gegeven, extra uh, boost gegeven om te komen waar, je, waar, ze, nu, waar ze nu staan. Mensen elders worden depressief vanwege hun voetbalclub die hij heeft verloren. Mensen worden depressief vanwege een boete die ze hebben ontvangen. Een iPhone die op de grond is gevallen. Een game die ze niet hebben gewonnen. Je ziet mensen volledig in paniek raken omdat ze een baan hebben verloren. Ik heb het niet eens over bezittingen in haar totaliteit. Huizen, kinderen, vrouwen, ouders, alles verloren. Dat leert ons toch dat wij het geloof op een nummer één moeten zetten en dat dat de bron is van energie. bron is van overleving. Een bron is van sterke geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. En dit brengt mij bij het laatste onderwerp, namelijk vastberadenheid. Dat jij een hogere doel nastreeft. We leven hier niet op aarde om, eten, om te eten en te drinken of om voort te planten. We, leven, we zijn hier niet op aarde gezet om te werken en in de avonden te slapen... om de, de volgende dag precies dezelfde routine te gaan herhalen. Je bent een mens. Je hebt verstand. Je hebt bepaalde vermogen gekregen van Allah, die geen enkele andere wezen heeft gekregen. Je bent hier op aarde gezet met verantwoordelijkheid omgeving voor de mensheid op te komen. Je moet verkondigen. Je dient voor jezelf, voor je omgeving, voor de mensheid op te komen. Je dient de wereld een stuk, een stuk mooier en beter te maken. We hebben de kinderen van Gaza gezien, kinderen van zeven jaar, van acht jaar, van negen jaar. Wanneer een journalist of een cameraman met hen in gesprek gaat, dan zie je niet een kind van zeven of acht, je ziet een man. En tegenwoordig, wat staat er bekend onder onze jongere TikTok dansjes, Snapchat, WhatsApp, en nog vele andere middelen die ons ervan weerhouden om op de juiste manier te groeien, spiritueel, intellectueel en maatschappelijk. Maar dat zie je niet bij de kinderen van Gazij, je ziet dat ze volwassen zijn, dat ze hogere doelen nastreven, dat ze ook in het leven staan op een bepaalde manier waar je u tegen zegt. Dat is de werkelijkheid en dat is wat we nodig hebben, geliefde broeders en zusters, om te groeien, om te ontwikkelen als, als gemeenschap. Laten we daarvan leren. Laten we ook de gunsten van Allah beter gaan. Uh, waarderen, beseffen en ervaren wat Allah ons heeft geschonken. De kinderen hebben wij ook. Het is aan ons om ze op de juiste manier op te voeden. En daarom verbaast het mij keer op keer. Wanneer ik met directeuren of met leerkrachten van scholen spreek en mij vertellen dat ze een probleem hebben met uh, opkomst van de ouders naar oudere avonden. Dat er totaal geen communicatie is tussen scholen en ouders. Dan heb ik het over moslimouders in het bijzonder, want dat is mijn taak. Ik heb het niet over anderen. Dat ze niet eens de verantwoordelijkheid nemen om de kinderen, om zijn of haar kinderen op de juiste manier te begeleiden, omdat ze bezig zijn met allerlei zaken die niet belangrijker zijn dan de gunsten die Allah Azza wa heeft gegeven. Mensen die voortdurend achter de wereld aanrennen zonder duidelijk grenzen te stellen. Of uren in een coffeeshop of in een café doorbrengen alsof je geen enkele andere verantwoordelijkheden hebt. Dat is niet hoe het werkt in ons geloof en dat is ook een belangrijke les die wij uit deze situatie zouden kunnen halen geliefde broeders en zusters, dat we uiterst ons best gaan doen om een gemeenschap om een generatie te creëren zoals de generatie van de profeet alayhi salatu was salam, waarbij prioriteiten op duidelijke wijze zijn gesteld en vervolgens worden nagestreefd. Je hebt een hoger doel, je bent hier niet op aarde zomaar gezet. Je dient te strijden zoals Allah in de Koran zegt. kadihun ila Op dit pad naar Allah dien je te strijden. Op dit pad naar Allah subhanahu wa ta'ala dien jij je, je best te doen. Je dient niet alleen uh, 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 nalatig te zijn in datgene wat, Allah, wat jou met Allah verbindt. Je hebt verantwoordelijkheden, je hebt taken. Streef ernaar om die taken en, 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 en rollen op de juiste wijze te vervullen. Laat dat voor ons een les zijn. Laten we ook, geliefde broeders en zussen, dat als een moment gebruiken om te reflecteren op onze huidige situatie. En hoe wij, als gemeenschap, als uh, familie, als gezin, maar ook als individu, de situatie kunnen verbeteren. Allah zegt, Allah verandert een toestand van een volk niet... Doordat zij zichzelf veranderen, We Allah ons verlossen van onze begeertes en lusten. Mag Allah Subhanahu wa Ta'ala ons van kracht en wijsheid en kennis voorzien om het maximale uit het leven te halen. Mag Allah de situatie voor onze broeders en zusters in Gaza, in Filistijnen, in Duffa, in Syrië, in Jemen, overal, mag Allah de situatie voor hen vergemakkelijken. Ik wil u استغفر الله لي ولكم استغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم اجعل جمعنا جمع مبارك مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما واجرنا اللهم من النار بعفوك وادخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب الكرم فتجاوز عنا أخ يطلب منكم الدعاء الأخ رشيد صلى الله عز وجل أن يعجل بشفائه اللهم اشفيه بشفائك، شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما، اخوه كثر كذلك يطلبون منكم الدعاء، اخت تطلب الدعاء لوالدها، نسال الله عز وجل ان يعجل له بالشفاء، اللهم انزل علينا وعليه من رحماتك يا ذا الجلال والاكرام، اللهم ثبتهما وثبت المؤمنين جميعا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم اختم لنا بالصالحات، انك انت ولي ذلك والقادر عليه، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.